Nederlanders een mooie bijkorf zien en een paar steunen en solidariteit geven. Dat is wat we vandaag willen doen. En iemand die daar ook al jaren mee bezig is, en die gaan wij hier vandaag ga ik hier kort interviewen. Dat is een oud minister van Binnenlandse Zaken en tevens initiatiefnemer van de beweging Eén Land, Eén Samenleving. En dat is Hans Dijkstra. Geef een applaus. Trots erop kan zijn als zoveel mensen zich in allerlei organisaties sterk maken voor het bestrijden van discriminatie en racisme. En die mensen staan ook hier. In de tweede plaats, dat deze mensen gekomen zijn, deze grote aantallen, dat is een bewijs dat een hoop mensen vinden dat we zo niet door kunnen gaan. De vraag wat u moet doen, één ding moet u niet doen. Wij gaan niet polariseren, niet als het ware verbaal geweld met verbaal geweld antwoorden. Dat geeft geen oplossing. Blijven knokken voor de goede zaak en vooral in je eigen omgeving mensen aanspreken en zeggen, dat had ik van jou niet verwacht. Ik hoop dat je nu met ons meedoet, bekend kleur. Heel goed, dankjewel, Hans Dijkstra. Bekend kleur.